Ja. Ik stem op Ronald omdat hij volgens mij de allerbeste kandidaat is om op dit moment de fractie te leiden. Hij kan goed voorzitten, hij kan goed inspireren, hij laat mensen doen waar ze goed in zijn. En hij kan ook leiding geven en mensen tot de orde roepen als ze dingen doen die niet de bedoeling zijn. Die niet in het belang van de partij zijn. Dus de mensen stemmen Ronald en dan krijg je een hele goede fractievoorzitter en een fantastische partijleider. Mag je iets vragen? Ja. Stel dat ik op Ronald Plasterk zal gaan stemmen, waaruit blijkt dat hij gewoon heel goed leiding zou kunnen geven aan de fractie. Wat zijn zijn leiderschapscapaciteiten? Hij kan mensen inspireren. En hij kan mensen uit mensen het beste halen wat erin zit. En hij kan ook grenzen stellen. Dus mensen weten altijd waar ze aan toe zijn. Hij geeft vertrouwen. Hij heeft vertrouwen in ze. En hij gaat vanuit dat mensen gewoon het beste eruit halen waar ze voor in de fractie zitten. Maar hij kan ook grenzen stellen. Als je denkt van gaan dingen niet goed, dan kan hij op een rustige en vriendelijke manier en op een hele integere manier met mensen bespreken wat er misschien anders moet. Wil je nog meer vertellen over Ronald? Hij is de allerleukste man natuurlijk van de wereld, maar ja, ik ben zijn vrouw. Maar ik denk echt dat hij voor deze functie op dit moment, wat de fractie nu nodig heeft, wat de partij nu nodig heeft om groter te worden, allerbeste persoon is. En wat vinden jullie kinderen ervan dat hij zich kandidaat heeft gesteld? Nou, dat vinden ze dat het iets is waar hij zelf over voor moet kiezen. En zij denken natuurlijk ook dat hij als geen ander dat kan doen. Oké, bedankt Els. Graag gedaan.